Ik hoorde hem nog gillen. We zijn met spoed onderweg naar iemand met pijn op de borst. Het is rond 4:15 in de middag en de scholen zijn net uit. De meeste automobilisten reageren best goed wanneer ze ons in de spiegel zien aankomen of wanneer ze ons horen. Maar nu? Nu ging het echt even verkeerd. Wij naderen met spoed een rotonde. En hoewel deze rotonde, net zoals de meeste rotondes in Nederland, gewoon rond zijn, vergeten mensen vaak dat je hier ook een rondje op kan rijden. Ze schieten eruit over het algemeen in de eerste afslag af, zonder te weten of wij hier ook naartoe moeten. Of ze geven extra gas, waardoor ze voor de ambulance blijven rijden. En dan vaak na de rotonde hard op de rem trappen, zodat je er bijna bovenop knalt. En ik snap wel, je wil ruimte geven. En mensen doen dit niet met opzet. Maar weet je, als je op een rotonde een extra rondje maakt, kom je vanzelf achter die ambulance of een ander voorrangsvoertuig. En dat maakt het allemaal een heel stuk veiliger voor iedereen. Maar goed, de persoon voor ons had in dit geval een nieuwe actie bedacht. De rotonde had een fietspad parallel aan de weg liggen. En de automobilist had in paniek die ene hersencel die het een goed idee dacht te vinden om met ongeveer 30 km/u over de stoeprand heen te knallen en het fietspad op te schieten. Ik heb al een hoofd met een heel dom idee. Eén hersencel met een heel dom idee. En de rest van de hersencellen denkt dan na een tijdje... Mwah. Dan gaan we proberen. Oké. Hij was aan de kant. Maar in de paniek was hij alleen wel even vergeten om te kijken of er ook fietsers reden. En die reden er. Twee scholieren op de fiets. Ze schokken zich helemaal het lazeres van deze onverwachte actie. En kwamen tijdens het uitwijken met sturen tegen elkaar aan. En vielen op de grond. Mijn collega had alles zien gebeuren. En haar ijselijke schil was het gevolg hiervan. Want vanuit haar oogpunt leek het alsof de auto over de fietsers heen reed. Ik zet snel de ambulance stil op de rotonde. Zodat we veilig konden werken. En ook dat de vouwen niet uit onze broek gereden worden. Mijn collega springt uit de wagen en via de portofoon roep ik de meldkamer op. Het duurt altijd eventjes een paar seconden voordat de meldkamer erop een oproep van ons reageert. Dus in die tussentijd was ik ook uitgestapt en naar mijn collega toegelopen. We bekijken de patiënten. Wagen 125. Jullie doen een spraakoproep, klonk uit de portofoon. Ja, meldkamer, wij zijn juist getuige geweest van een ongeval op de locatie waar we nu staan. We kijken de slachtoffers na op dit moment. Is er een andere wagen in de buurt die naar onze oorspronkelijke melding, de patiënt met de pijn op de borst, kan gaan? De meldkamer geeft gelijk antwoord. Wij gaan een andere wagen sturen naar die patiënt met pijn op de borst. Ik hoor graag van je of je nog meer assistentie nodig hebt. Mocht het zo nodig zijn, laat ik het je horen, meldkamer. Achter de ambulance stroomt het verkeer al aardig op. En er waren zelfs drie van die dappere dodo's die het een goed idee vonden om de rotonde via de andere kant op te rijden. Ze waren alleen even vergeten dat ze niet alleen op de wereld waren. En een grote vrachtwagen stond nu in zijn eigen rijrichting klem gezet door drie personenauto's. Maar goed, hoe lullig dit ook klinkt, het was niet mijn probleem. Ik had samen met mijn collega nu al iets anders te doen dan het verkeer te begeleiden. Bij het nakijken van de slachtoffer leek het allemaal wel mee te vallen. Hier en daar een schaafwond, maar gelukkig niks ernstigs. Geen stuur in de buik, geen gebroken botten. In de verte horen wij sirenes aankomen. Zou dit dan de andere ambulance wezen die ook over deze weg moet? Ik hoop het niet, want ja, dan gaan ze wel een kleine uitdaging krijgen. Wij blokkeren de ene kant van de rotonde en die drie dodo's met de vrachtwagen blokkeren de andere kant. Inmiddels waren de sirenes uitgezet en wij zagen dat het niet ging om een andere ambulance, maar dat de meldkamer de politie onze kant op had gestuurd. En geloof me of niet, maar zeker in dit soort situaties is dat echt voor ons heel erg prettig. De politie ontfermt zich over de drie auto's die het een goed plan vonden om de rotonde tegengesteld op te rijden en wij laten de fietsers in de ambulance instappen. Ik rijd de wagen een stukje verder door van de rotonde en parkeer deze op een veilige plek. Zo. Het verkeer kan weer verder doorrijden. Ik stap achterin bij mijn collega om te assisteren met het schoonmaken van de schaafwonden. En we gaan verder met ons onderzoek. Ook de andere patiënt had eigenlijk geen letsel. Ze hebben gewoon heel veel mazzel gehad. Al met al heeft iedereen ter plaatse, ondanks dat het een redelijk goede klapper was geweest, heel veel geluk gehad. Nou ja, die drie dodo's niet. Die mochten de plaats des onheil verlaten met echt een hele dikke prent van de politie. De automobilist die bedacht had om het fietspad op te schieten voelde zich heel schuldig. Maar ja, het was puur in paniek. En hij was ook wel opgelucht dat de scholieren geen zwaar blijvend letsel hadden. Nadat ik ook deze automobilist had uitgelegd dat de rotondes rond waren en de volgende keer misschien toch wel handiger was om een rondje te rijden, mocht ook deze zijn weg vervolgen. Later hoorde ik van de collega's dat er bij de persoon met pijn op de borst geen grote hartafwijkingen te zien waren. Maar omdat het toch niet helemaal schoon ECG was en hij in het verleden bekend was met hartproblemen, hebben ze hem toch maar even laten nakijken op de eerste harthulp.